Ja, een zomerse podcast. Zij ik met mijn zomerse stem. Um, Geel. Geil, ja. Um, Bij Game Kings. Um, heb we hebben het al een beetje uitgelegd in het item uh, tussen Boris uh, Skate en mij over. Hoe we werken en het verleden en zo. Maar in principe krijgen mensen gewoon. op vrijdag of donderdag krijgen ze een uitzet van mij. En daar staan een aantal games bij. En ik, ik hou op zich ook wel rekening mee waar je van houdt. Maar soms ook weer niet. Dan ja, is het jammer. Het is je werk. Ik krijg het voor betaald. Gaat die game al lekker spelen. Maar uh, ik wil het gewoon in deze podcast ook gewoon eens even hebben. om, om een beetje het journalistieke. of het, het recent. laten we zeggen. het recensenschap. een beetje van ons af te gooien. En gewoon te kijken naar ons als gamers. Want dat zijn we natuurlijk van origine. Zo zijn we allemaal begonnen. En eigenlijk zijn we allemaal op een gegeven moment gewoon het vak ingerold, als het ware. Uh, het is denk ik bij geen van ons een vooropgezet plan geweest. Dat we al op de lager zal zeggen. Juf, ik wil later game recensent worden. Dat, uh, zo werkte dat niet. Um, dus wij speelden games. En we kochten games. En we keken naar games. En we kozen games. En eigenlijk wil ik het een beetje over hebben van... Waar kijk je naar als je een nieuwe game wilt spelen? Als je zegt van, ik heb zin om een game te spelen. Um, waar let je op? Wat is voor jou belangrijk? Is het de gameplay? Is het de setting? Is het is it, van it soft, software? <laughs> ja, misschien is het bij jou makkelijk. <coughs> is het bij jou makkelijk? Ja. Is van Davilex? Uh, nou, laat ik gewoon bij jou beginnen, Jasper. Van, uh, jij, denk ik, van ons allemaal heb je de langste tijd van je leven moeten doorbrengen met het kopen van games. Uh, Skate en ik zijn in de gelukzalige omstandigheid uh, uh, dat we al heel lang dit werk doen en dus veel van onze games gewoon gratis kunnen krijgen. Nou, dat jaartje stage bij Blammo in 2010, toen heb ik echt even maximaal geoogst hoor. Call of Duty, Black Ops, <laughs> Assassin's Creed, Brotherhood. Ik speel al die games nog steeds. Niks gekocht sindsdien. Maar eh uh, ja, ik ik maar, wat dus. waar waar let jij op? Wat ja. is wat wat als uh. je zoiets hebt van oké, okay, ik is, het, is, het, is, het, is gameplay voor jou belangrijk of is het de setting waar je voor het eerst op afgaat? Moet het third person, first person zijn? Moet het moet, whatever? En bij mij was het allemaal een vooropgezet plan om uiteindelijk games te gaan racen. Okay. Ja. Dat was voor ja, jou ja. allemaal werk. Ik dacht allemaal ja, dat ik in de kijker van je terecht kwam, zodat hij dacht, zo nee, breed moet mogelijk ik, uh, moet ik alles, ja, jaren, dus moet ik uh, aan. Ja, aan, aan ik, ik moest wel even lachen, ik, ik ga zo je vraag beantwoorden. Maar jij zei van je wist het vroeger nog niet. Ja, ik las natuurlijk vroeger al zo'n tijdschriftje waar jullie misschien ook wel van weten. Ja. En... Ik heb letterlijk vroeger... The power Unlimited. Ja, dankjewel, Skate. Ja, ja, ja. <laughs> ja, het is goed ja, maar uh, ik heb letterlijk vroeger... Uh, we schreven recensies en mijn broer en ik die hadden een, of een maandelijkse top 10. We hadden ook maar 10 games, dus dan reshufflede yeah. je wat. Dus ja, ik was altijd al bezig met uh, reviews schrijven. Nee, oké. Okay, maar dus... om een bruggetje te maken. Ja. Dus ik was ook altijd heel kritisch naar games aan het kijken. En ja, uh, waar ik vroeger games vooral kocht omdat ze goedkoop waren. Zo ben ik aan toppers als Wayne Gretzky's hockey gekomen, terwijl ik God. niet van hockey hield. Maar die was 25 gulden, dus ja, dat nam je dan mee. Maar als ik tegenwoordig um, naar games kijk, is het voor mij heel belangrijk dat er iets verfrissends in een concept zit van een game vaak. Dat, dat okay. is bij mij vaak een trigger. Dus laten we Dave the Diver er even bij pakken. Dat, dat heeft een vernieuwend concept. Mm -hmm. Of wat Skate net zegt, als het van een bepaalde developer is, als From iets uitbrengt bijvoorbeeld, dan weet ik ook dat wil ik checken. Okay. Um, zelfs met Nintendo trouwens. Dus het is vaak of het concept of de developer. Mm -hmm. Of... De recensies. Ik ben ook wel gevoelig voor consensus. Dus als uh, een game uh, 9,8 krijgt en het is een, uh, een graafmachine simulator, dan ga ik die alsnog checken. Ook al heb ik niks met graafmachines. Oké. Okay. Dan zwicht ik voor de publieke opinie. Dus jij bent een omnivoor, een, een alleseter. Absoluut. Ja, echt, echt hoor. Want dat ben ik absoluut niet. Jij bent heel ja. erg specialistisch, uh, volgens mij wel. Ja. Nou, ik, ik probeer wel steeds meer dingen uit, maar Althans, uh, je was heel erg specialistisch. Ja, nee, precies. Ik ben wel veranderd, maar het is. Ik, ik zal niet in. Laat ik het zo zeggen. Ik bedoel, eh, nogmaals, wij, 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 voor, voor mij is het moeilijk uh, om, om, om dat misschien ook helemaal goed te kunnen zeggen. Maar ik kijk dan gewoon naar van, oké, okay, ik, 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 nou, ik bepaal dan zelf dat, 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 dat ik een bepaalde game moet spelen. Of voor een review. Maar daarnaast heb ik vrije tijd. En uh, in die vrije tijd uh, speel ik de games die ik echt leuk vind. Dan ga ik absoluut niet een review game of een game waar ik echt niks mee heb. Ondanks dat die een 9,8 krijgt van de hele wereld. Maar het is gewoon niet mijn ding. Dan ga ik dat ook niet spelen. En bij mij is bijvoorbeeld toch wel. De setting is bij mij wel iets waar ik het eerste een klein beetje. Afga. Ik hou van bepaalde settings. Uh, bijvoorbeeld uh, als iets een beetje apocalyptisch is, een beetje, beetje Oost-Europees achter, zoals Stalker, weet je, of Metro, maakt mij niet uit. Dan, dan, dan heb je, of, of, of hoe heet het nou, uh, Fallout, dat soort settings, heb je mij meteen. Als je dat, dat mooi vindt, moet je een keer naar Delft komen. Zou uh, zeker, dan moet ik zeker een keer naar Delft komen. Um, dat is dan mijn eerste stap van interesse van hey en dan ga ik vervolgens kijken naar wat voor type gameplay het is inderdaad nou het is een shooter in het geval van Stalker ook tof en dan ga ik kijken een paar filmpjes van oké okay, is de, is er een leuk verhaallijn of wat je gaat doen maar in eerste instantie ga ik altijd een beetje op de setting af en dat is ook een beetje altijd mijn probleem geweest met Nintendo games dat ik die kleurige fleurige setting zoals ik dat vroeger altijd zei ik kon daar niet doorheen prikken. Van, ja, maar dit, ik, ik voel het niet. Ik, 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 het zit niet in mijn fantasiewereld. En inmiddels weet ik wel... Ja, probeer het toch... Want dan zie je wat voor rijke gameplay erachter zit. Ik ben wel benieuwd hoe jouw kinderkamer er vroeger uitzag. Allemaal kernreactoren op de muur en stroomkabels. Nee, ik, ik had één hele, hele muur met alleen maar posters uh, die ik dan zelf erop plakte. En dat wa was vooral uh, oorlog en, en, en sport. Ja, ja, ja. ja ik Je moet mijn opstelschrift, die heeft mijn moeder bewaard, die is echt heel erg leuk. Van, ik kon vroeger al heel goed schrijven, maar al mijn opstellen op de lagere en de middelbare school gingen over commando's, marines. en dat op een gegeven moment de juf voor mij was het een juf zei van jij ja, jij kan heel goed schrijven maar alsjeblieft een keer niet over oorlog. <laughs> dat ja, oké, okay, dat was mijn fantasiewereld. Dus daar komt hey, natuurlijk ergens, ook een beetje hey, wel maar in die zin hoor, want ik snap wel van ik had altijd de Tweede Wereldoorlog was mijn grote obsessie als kind, dus dat is ook voor games altijd een terugkerend thema, maar ja, maar is er dan een reden, is er wel een kleurrijke game waar je ooit helemaal in bent verloren? Of is het echt een soort van no-zero uh, policy? Ja, ik niet uh, zero ja moeilijk, moeilijk. Uh, um, Nintendo is mij altijd wel een hele, hele blinde vlek geweest. Van, Ik hoorde van, en ik snapte het ook allemaal dat het vet was, maar ik heb me nooit aangetrokken gevoeld tot Mario, Zelda. Metroid. Um, Misschien komt er een... nog een keer een Nintendo met zwerfhonden in Pripyat of zo. Dat kan natuurlijk. Nee, maar ja, goed, inmiddels vind ik Zelda een van de tofste dingen die ik ooit gespeeld heb. Dus, de, 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 maar dat is natuurlijk wel het moeilijke. Van, je moet die drempel over en, en vier, vijf mensen moeten zeggen gaat spelen. Dus uit mezelf had ik het waarschijnlijk niet gedaan. Dat is het leuke van elf gasten en chicks hier op de redactie die allemaal dingen aanbrengen. Uh, uh, dat is ook mijn recente ontwikkeling geweest. Ik heb gewoon de, de knoop doorgehakt. Fuck it, ik haal die switch in huis. Ook met het oog op die kleine meid van me. Van, ah, dan kan ze misschien over een jaar of twee uh, wellicht al eerder. Kan ze daar ook eens eventjes uh, lekker mee aan de slag gaan. Maar dat je dan toch uh, na jarenlang uh, geen Zelda <tosses> te hebben gespeeld, toch maar eens die uh, Tears of the Kingdom uh, binnenhengelt. Ja. En een uh, Mario Kart uh, 8 Deluxe, weet je wel, voor de, voor de gezellige momentjes met uh, kijkers samen en zo. Ja, dat is even die drempel over. Maar uh, en, en, en de controls ook weer even winnen. Maar uh, dan toch nog gewoon de, daar toch wel de, de, de schoonheid en de kwaliteit van inzien. Ja. Overigens uh, kijk ik altijd, uh, dat is door de loop der jaren natuurlijk veranderd. Maar mijn smaak voor bepaalde genres is doorontwikkeld, als het ware. Mm -hmm. Van die guy die alleen maar Pro Evo speelde in de echt, ja. uh, jaren 90. Naar Tomb Raider, uh, Action Adventures naar uh, RTS games, Total War en dergelijke, ja. naar een genre wat ik nu eigenlijk, wat aanvoelt als het eindstation okay. voor mij en mijn gamesmaak, uh, het action-RPG-genre, zeg de maar. Ja. From Software action-RPGs of ook andere? Met name de uitdagende, maar ook gewoon weet je, een, witch, een, een Witcher 2 uh, en 3, ook fantastisch mm -hmm. en zo. Al weet ik niet, want dan, kijk, dat... Een natuurlijke verlengde daarvan gaat ongeveer Starfield zijn, bij wijze van spreken. Wanneer het op grootschalige action-RPGs aankomt. Misschien wordt dat nu, met het leven wat ik nu leid, dat is allemaal te groot. Mm -hmm. Het moet allemaal iets meer gecomprimeerd worden. Mm -hmm. Dus de iets kleinere qua opzet action-RPGs die zich voornamelijk richten op uitdaging en, en, en uh, game, game mechanics en combat. Is ja. dat dan ook um, tijds... Gerelateerd je ja. leeftijd, je periode van het leven waarin je zat, van, ja. uh, van misschien toen je wat jonger was, was toch heel competitief. Ik weet, je speelde ook wel fighting games, je speelde Call of Duty, weet je wel, Headquarters, Pro Evo, ja, maar dat is al ouderdom, want je reactievermogen wordt gewoon met het jaar minder. Uh, ik kan nog steeds wel redelijk mee, ja. maar op een gegeven moment heb je het wel gehad, jaar in jaar uit datzelfde riedeltje. Nee oké, okay, maar. Op een gegeven moment natuurlijk ook gewoon van. En eh, nachten doorhalen en exact, zo. Dat, en, kan en, niet, dat kan niet meer. En heel veel natuurlijk ook gewoon couch. Weet je. je speelde het met elkaar, tegen elkaar. Het was een, een tijd waarin je veel met vrienden uh, nog gewoon thuis hangt. Inmiddels, twintig jaar verder, iedereen heeft gezinnen of woont ergens anders of whatever. Uh, dus je, je, je brengt meer tijd alleen door, waardoor je misschien ook naar een ander type game speelt. Want dan denk ik dat jij, Jasper, veel meer een. Je pakt het overal vandaan. Of... Ja, ik zat, ik zat net even... Toen ik dat hoorde net wat Skate zei over die tijd en zo. Daar herken ik me ook wel in. Hè? Want ik, was ook, uh, ik ben ook echt een groot pro-Evo liefhebber. Echt, uh, echt diehard. Dat weet je ook nog van yeah. toen ik stage liep uh, 15 jaar geleden bij, mm -hmm. Dat ik was uh, pes, uh, religieus PES-liefhebber. Yeah. En de afgelopen jaren ook speelde ik... Eigenlijk was mijn, echt mijn main broodgame gewoon PES. Ik speelde gewoon Master League... Totdat mijn duimen bloeden en dan daartussen speelde ik nog een beetje wat, wat hot was, zeg maar. Mm -hmm. Zei ik dat trouwens, best midden jaren 90. Dat is natuurlijk niet zo. Maar het was nog international superstar soccer, maar ja. later best in de trouwens 20 ook. jaar geleden of zo. Shoutout naar ISS 64. Dat liefde, mm -hmm. De eerste echte liefde van mijn leven. Ja, um, maar wat betreft games, wat ik wel merk, ja, is dat ook voor mij tijd is echt wel een ding. En ik probeer games te kiezen waarvan ik weet dat ik dat met mijn concentratiecurve en mijn drukke leven, want ik heb ook best wel. Veel dingen te doen, ja. Ik moet games hebben die ik even af en toe kan spelen waar ik dan snel ingezogen word. Maar kijk, een game als World of Warcraft of zo zou ik nooit van mijn leven aanraken. Want de angst dat ik dan verander in een soort van moet uh, je dat Monster Energy <laughs> Mountain Dew slurpende Fanatic, die dan alleen maar daarin gaat. Dat is ja, ik ben het diepste wat ik ooit in een online game ben geweest. Is denk ik Battlefield 3 en dat werd op de duur of MPG. Toen zat ik dat zoveel te spelen dat ik al ja. duur echt begon te denken van. En had ik ook met City Skylines dat ik op de duur zoveel aan het doen was dat ik dacht naar wie moet ik de factuur sturen want dit kost gewoon dagdelen. Ja en, ja ja. En ik zoek naar games die een beetje de balans tussen reward en immersion geven en bijvoorbeeld Resident Evil 4 remake speel ik nu. Dat vind ik een waanzinnige game. Nou, ik ben The Witcher 3 ben ik in hele kleine brokjes aan het opvreten, dus die speel ik op mijn Steam Deck af en toe. En dan gewoon even een half uurtje of een uurtje. Ja. Maar ik ben natuurlijk ook uh, net een maand op vakantie geweest en als ik Morgen thuis kom, dan, uh, dan gaat de, de, de big screen weer aan. En dan kies ik toch altijd voor de games die een combinatie van actie en avontuur hebben. Eigenlijk wat Skate ook zegt: ik ben ook echt heel erg van de From Software games. Mm -hmm. Elden Ring ben ik nu mee bezig. Um, ja, dat zijn games die. Af en toe mis ik die tijd wel dat ik vroeger gewoon zorgeloos uh, mijn hele week kon verdoen aan gamen, maar dat ja. lukt mij niet meer. Ik maar grappig is dus je noemt gewoon drie titels. Ja, ben nu bezig met die titel? Ik ben je nu bezig met die titel? Ik ben je nu bezig met die titel? My God, ik, ik, waar haal je de tijd van aan om je met meerdere titels tegelijk ja, bezig te zijn? Ja. Jij speelt veel, want jij, jij streamt natuurlijk ook nog. Ja, maar dat, dat is eigenlijk gezien de tijd die ik vandaag de dag heb de enige manier nog om mijn games te consumeren. Nou ja, van Dat, van dat is wel grappig, want ja. echt echt, nou ja, één, twee jaar geleden, als ik jouw kanaal checkte, dan was het even gechargeerd twee van de drie keer was het Rainbow Six. Ja. En vandaag de dag is dat bijna nooit meer. Is het elke week weer een andere game. Dat kan natuurlijk ook soms is het commercieel ingestoken, maar het algemeen speel je gewoon ook de games die je bijvoorbeeld moet reviewen. Mm -hmm. Die pak je dan meteen in de stream mee, want dan kan je tenminste meters maken. Dus het, 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 het is wel wat veranderd, maar ik vind het altijd heel moeilijk van wat zou ik dan vandaag de dag wat zou je dan gaan halen? Van waar zou je geld voor over hebben en waar zou je niet? Als ik soms kijk naar de community... en ja, dan zeggen we, we, hebben deze game gereviewd... en dan zie ik gewoon, weet ik wel, 10, 20 mensen... Ja, die heb ik gekocht, tof, weet je. En die mensen zie ik ook gewoon bij drie andere reviews die maand. Ja, die heb ik ook gekocht, vet, weet je. denk, fuck man, veel games. Um, waar haal je de tijd vandaan? Um, als je geen relatie hebt, dat scheelt een flinke slok op een bol kan ik je vertellen. Nou ja, maar ik heb een relatie. Alleen geen kinderen. Alleen, uh, geen kinderen. Geen kinderen laten we, dat is wel echt exact. Uh, uh, ik kan alle tijd die ik heb, die vrij heb, kan ik ook echt daadwerkelijk. Als ik wil gebruiken om te gamen. Met mijn vriendin. Zeurt daar nooit over. Als je kids hebt, is dat gewoon. Echt een ding, of als je heel ver van je werk woont, dat, dat, dat kan soms ook wel lastig zijn. Maar je hebt tegenwoordig inderdaad de Ellie en de, de Steam Deck, en komt u hier met de Ellie Ellie. <laughs> ik, ik blijf erin houden, net als tier. Ja. En dan okay. um... nou, zeg ik het goed, shit, <laughs> um, maar dat, dat ja, ik vind dat dat is door die tijd is dat als je 20-30 jaar lang gewoon in principe en en last tijd wordt het wel minder hoor. Want tien jaar geleden kon ik gewoon vragen naar Hij hey, heb je ...acht kopieën ervan en dan jou ja is prima en dan kregen we acht kopieën op uh, op onze uh, op ons kantoor waarschijnlijk ook natuurlijk een beetje van fuck dat is het grote game kings van televisie daar ga ik maar geen ruzie mee maken maar vandaag de met een code vandaag de dag is het één... twee codes en heel soms uh, ja met daar nou starfield is dan massa dat het op 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 game pass staat maar bewijs van spreken als starfield dat niet was gedaan ja dan dan zijn er dus zeven acht man die hem niet kunnen spelen en gewoon moeten kopen. Dan moeten we hem kopen, inderdaad. De en afweging maken om te Exact. Om en die kopen. afweging, als ik kijk van wat zou ik dan uh, uh, vandaag de dag halen, dat, dat vind ik soms best lastig. Terwijl ik daar wel over heb. Ik moet heb dat nadenken. nu met één titel. Ja. Waarvan ik absoluut niet zeker weet, ik heb hem ook aangevraagd, maar ik, heb, ik weet absoluut niet zeker of ik, een, of ik een code ga krijgen. Baldur's Gate 3, ja. die uh, deze week uh, uitkomt. En, zeker. Uh, een game waar, 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 waar je makkelijk honderden uren in kunt steken. Maar, ja. En dan ja. komt bij mij dus het dilemma, ja maar ik heb die honderden uren niet meer. Ik, zal, ik wil die game heel graag spelen. Maar ik weet nu al, om die game überhaupt naar het einde te krijgen, ben ik waarschijnlijk een jaar bezig. Even van ja. de 17.000 eindes ook dat nog naar één na van die duizenden eindes te krijgen ja. dan moet ik honderden uren insteken waarschijnlijk ja neem dat maar dat vandaan ja. naast want ik heb nog ik, ik zat even ik, van Q3 en Q4 er zijn nog een stuk of twaalf tot 15 titels die ik nog heel graag wil spelen. Ja. Maar dat slaat helemaal nergens op. Want het gaat nooit lukken. Nee, maar toch nee, wil nee. ik het wel. En niet noemen. als ze zo lang zijn allemaal. Het is nou, ook, gelukkig ja. zit er ook wat kortere games tussen. Denk hey, ik. Ja. Het is ook tijd en prioriteit. Natuurlijk, kijk, ik heb natuurlijk ook gewoon mijn werk. En ik zit ook wel eens te denken hoor. Het lijkt mij enerzijds heel tof om te beginnen met streamen. Gewoon voor de simpele reden dat ik dan een uh, excuus heb om mijn backlog te gaan inhalen. En bijvoorbeeld, ik ben echt een grote retro gamer. Mm -hmm. Ik zou best wel eens een keer alle Zelda games achter elkaar willen uitspelen op een of andere stream maar ja kijk als je daar een tientje voor krijgt in drie dagen als een soort van uh, donatie ja. van één guy ja dan kan ik dat niet doen want ik moet wel mijn energierekening betalen en nee. alles en dat is ook een beetje het ding met gamen van wat ik eerder ook zei van als het echt als werk gaat voelen wat jij ook zegt een game als Baldur's Gate mm -hmm. waar je dan weet je ik, ik ben zo enthousiast over het over gaming als een hobby ik vind het echt fantastisch ja maar ik kom er nu ik ouder word steeds achter dat de hoeveelheid tijd die ik in mijn leven heb, lijkt wel steeds sneller door de gootsteen heen te slurpen. En ja, dan ga je echt. Nee, dat, 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 is, dat is ook zo. Ik, ik vraag trouwens even aan de redactie of ze de televisie even een zetje willen geven. Want die gaat binnen één minuut uit. Nee, dat, dat, dat werkt niet. Nou, uh, Jij kon drie jaar geleden nog bij me aankloppen van: hey, ja, we hebben deze twee titels. Uh, weet je wel, uh, uh, Ghost of Tsushima en uh, nog eentje. Ja. En dan weet ik: ach oh god, oké, okay, dat is uh, 70, 80 uur. Uh, dan, dan draaide ik soms gewoon 70, 80 uur uh, 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 game weken, zeg maar. Weet je wel. Ja. Opstaan, eten, douchen. Boem, nou ja, mijn werkhok in en gewoon als een malle gaan. Ja, da die, dat da kan niet meer. Daarom, daarom verbaas ik me soms ook over de comments. Dat ik bepaalde mensen waarvan ik dan gewoon een beetje uitgaan dat die 20 plus zijn, want dat is een beetje de gemiddelde doelgroep. Waar die de tijd vandaan halen om dat allemaal te spelen. Of ze hebben gewoon een ongelooflijk uh, tempo. Omdat ze gewoon ongelooflijk goed kunnen gamen. Nou, dat, dat, dat kan ik niet. Um, of ze hebben een hele goede koffieshop om de hoek. Of ze hebben inderdaad gewoon. Al hun vrije tijd die ze hebben is gewoon gaming. En, uh, uh, en dus zit ik gewoon heel erg te kijken. Kijk, kijk, voorheen was mijn mix altijd één, twee multiplayer games. En meestal was dat dan een shooter en een en een foodie. Uh, dat speelde ik eigenlijk het hele jaar door. Zo af en toe een half uurtje, een uurtje en soms in het weekend een paar uur, weet je. Wat? Dat vond ik dan gewoon leuk om om gewoon goed in te worden. En dan had ik gewoon mijn 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 single play games. En die single play games dat ja, daar deed je dan in mijn geval een week over. En dan, had je, en dan kon je weer naar de volgende toe en naar de volgende. En zo kon mm -hmm. ik dat best wel volhouden. Maar inderdaad, vandaag de dag... Uh, ik heb net random 2 ben ik in bezig. Ik bedoel, dat, dat is ook een game waar je rustig 40, 50 uur in kan steken. Weet je? Het is zoveel tijd. En omdat ik niet meer uh, 12 uur achter elkaar ga spelen... worden het allemaal brokjes. Weet mm -hmm. En dan, oh fuck, die game ja, die is ook goed. Ja, die game komt ook nog binnen. Ik ben ook niet zo van het door elkaar heen spelen. Dus vraag ik me dan af van ja, wat zou ik? Uh, zou ik Starfield zeker kopen? Uh, vind ik best lastig, omdat het ook weer zo'n game is. Die. Als die goed en vet is, ja, dan zit daar zomaar 50 tot 80 uur. Vette gameplay in. Ja, plus je, je, je werk. Uh, ja, kijk, degene die Starfield gaat reviewen, ik hoop voor diegene dat, uh, <laughs> dat, dat die de game al twee weken eerder krijgt bij wijze van dat spreken. Dat denk ik niet. Nee, nee nou ja, dan wordt dan de review waarschijnlijk één week, week minstens na de. Ja, review in progress en dan nog een keer een uiteindelijke. Bijvoorbeeld, ja. want dat is ook zo'n game waar je makkelijk honderden uren in bezig gaat zijn. En andere ja. games, er is geen ruimte voor andere games dan. Nee, nee. Het is bijna, ik moet echt bijna een schedule gaan maken. Want ik weet nu, zeg maar, ik ben dus nou, de Witcher 3. Ik ben nu een beetje, ik ben level 27. Ik voel dat einde aankomen, weet je wat Er... De... Daar begint het heen te werken. Dan Resident Evil 4, die heb ik daar nog half van de beademing liggen. Die ja, moet ik uitspelen. Ja, maar die kun je in principe als je doorzet in 12 uur, 13 uur wel uitspelen. Ja, maar goed, weet je dan. Ja, ik ben gewoon ik ben een, een, ver, een, een, ver, een verkenner. Ik ga alles bekijken. Ik okay. zit met de fotomode een beetje rond de neuzen. Ik, ja, okay. ik zit character models te checken. Ja, ik, 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 voel me, eens, ik voel me heel slecht als ik gewoon door levels heen rush. Ja, brush. ik ook. Weten okay. dat er secrets en kistjes en Precies, weet zijn. Precies, dan kan ik niet zijn. slapen. Nee? Dan word ah, ik okay. een wat okay. wakker en dan denk ik, fuck. Maar goed, nou weet ik al, september komt Starfield uit. Oktober, volgens mij komt Forza uit. Ik heb ja. een place hier thuis en ik heb allemaal vrienden die zeggen... Oh jongens, als Forza uitkomt, dan gaan we alleen nog maar racen. En ik ben er heel gevoelig voor. Ik ben okay. een die stier. Ik, ja. ik, ik wil ook met mijn headsetje op in de Discord lekker racen. Dus uh, ik, ik voel al van, ik moet voor september moet ik die games uitspelen. Want als Starfield komt, ben ik weg. Maar ja, ondertussen, Cyberpunk krijgt een DLC. En ik heb net ja. die hele setup gebouwd. En ik heb Cyberpunk al heel even een half uurtje gespeeld om te kijken. Toen dacht ik, oh nee, ja, daar gaan we weer. ja. En op de duur kom je er gewoon achter dat je moet jezelf gewoon klonen. Dan heb je eentje die zit gewoon de hele dag op de bank... en die andere die is aan het werk. Maar hadden we dat al vroeger niet? Dat ja. vraag ik me dus af. Ik kan mij niet... Ik nou ja, Nu, ik, nu ja. heb je... Ik heb vorig jaar was het minder. Dat was gewoon een iets minder jaar. Alhoewel, jij vond hem wel tof... omdat er toch veel games vanuit jouw niche uh, aan bod kwamen. Maar dit jaar is denk ik voor elke game... er komt heel veel uit en heel veel is ook heel goed. Ik, ik, ik heb nooit het gevoel gehad vroeger... Dat ik soms dacht van, fuck, waar ga ik al die tijd vandaan halen of zo. Maar misschien had ik toen meer tijd. Nou, dat uh, is het denk ik ook. En je hebt ik, meer ja. tijd. Ik, ik merk bijvoorbeeld in mijn eigen leven, ik ben gewoon um, veel ambitieuzer geworden de afgelopen jaren. Waardoor ik gewoon ook dingen laat, zodat mm -hmm. ik beter kan worden in mijn werk. Waardoor ik dus ook meer werk heb. En dat is leuk, want daardoor kan je meer dingen kopen. En waar je niks mee kunt doen. Kan jij je 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 Precies, en dat is de balans <laughs> die ik nu probeer te vinden. Dus ja. Ik, ik denk gewoon, als toen ik vroeger bijvoorbeeld studeerde, ik heb gewoon wel jaren studievertraging opgelopen, denk ik, omdat ik gewoon wakker werd. En dan, dan, dan rolde ik een dikke snak en dan ging ik op de bank liggen en dan deed ik de Xbox aan. En dan was ik vervolgens om twaalf uh, uur sloot ik Mass Effect af. En dan uh, dacht ik, ja nou, ik heb de hele dag op, op mijn reet gezeten. Ik heb twee pizza's gegeten. Maar dat kan ik niet meer. Ik bedoel, ja. Nee, ik, dat, die verteer ik ook niet dat meer. Dat voelt makkelijk. niet meer goed. Als nee. ik te lang zit, dat is ook een veranderende levensstijl. Denk ja, same. Ik. ik heb in die. Uh, maar ik heb, ja, jij, jij streamt ook nog best af en toe ook. S avonds tot een uur of twee, drie. Ja, maar dat, dat zijn de enige momenten dat het kan. Weet je wel? Uh, ik, ik kan niet overdag uh, of ik kan bijna nooit. Ik heb nu, en zeker nu, uh, de co-ouderschap is en de dinsdag, woensdag en donderdag die kleine met mij is. Ja, is nee. Er is geen enkele ruimte voor iets anders. Ik kan niet haar uh, thuis laten zitten. Je kan niet op een bank met een snaken en dan. Nee, maar ik heb mijn werkruimte ergens anders. Dus ik. ik ja, uh, uh. Ik bedoel, uh, dus dat gaat niet. Ik heb alleen nog de, de vrijdag, zaterdag, zondag en maandag. En dan moet ik maar hopen dat ik niet ook nog bij Eurosport in het weekend aan de slag moet. Ja, want dat ja. is ook weer verloren gameuren. Het uh, afgelopen ja. weekend was heavy, weet je? Want ik had. Uh, ik had eerst om, zaterdagavond om 10 uur of van 9 van, van tot 12 een programma. Vervolgens uh, in die nacht van 5 tot 8. Nou, dan is mijn zondag alweer voor een deel uh, opgefokt. Want dan moet ik toch nog een beetje slapen. Uiteindelijk ga je dan toch, ga je na, na twee uurtjes slapen, ga je weer je nest uit. Van ja, Remnant, uh, die, re die, die game speelt zichzelf niet, weet je wel. Dus ja. dan, dan ga je weer op, uh, op low fuel, low energy, ga je toch maar weer door. Om die uren te maken, ja, dat, vroeger was Klinkt ik Klinkt bijna als werk. Ja. Maar het is nog steeds leuk werk, maar het is nog steeds nee. af en toe wel pittig werk. Zeker nu mijn verdeling gewoon anders is. Maar ben jij dan ook pickier, dus keuriger als het gaat om games? En dan vind ik wel leuk de vraag van, moet de game uitdagend zijn? In de zin, moet er een hoge moeilijkheidsfactor in zitten? Het liefst wel. Ja. Of, de game, de ge Sorry. of de game moet een dusdanig creatieve, originele insteek hebben dat ik bereid ben dat me, me, me daar ook aan over te geven. Ja, nou ja, eigenlijk ja, precies wat Skate zegt. En als ik dan even uh, nadenk over bijvoorbeeld Demon Souls op de PS5 en Dark Souls 1 Remastered op de Switch, die heb ik allebei uitgespeeld. Dat zijn mijn uh, ontgroeningen in de wereld van Souls games na vele pogingen waar ja. ik het niet snapte. Maar Dark Souls 1 heb ik uitgespeeld. Over een periode van een jaar moet je nagaan. Ik heb die game op de duur, was ik bij Ornstein en Smo. Dan weet je wel wat ik bedoel. Mm -hmm. En ik dacht: laat dit maar zitten. Dit is gewoon een kut game. En ik haat dit spel. Ik ga dit nooit meer aanraken. Nou, <laughs> en toen zes maanden later, toen begon een stemmetje te fluisteren in mijn oor. Die zei: Jasper, Mietje. Toen dacht ik: fuck. Ben ik hem weer gaan spelen. Ja. En toen ben ik weer in een soort van. Ik, ik kom dan in zo'n. Ik moet in een soort van flow komen. Dat ik, dat ik dan ga ik daar ook echt helemaal. Ja, ga ik helemaal zeker voor. bij dat soort games. Dan ben je de gameplay meegeniet. zit niet meer in je vingers. Dan ben je daar eerst weer oh. aan het worstelen. Ja, ja precies, maar, Dat was ook een beetje ja. mijn angst met Zelda. Want daar ben ik dan uh, ja. 20, 30 uur mee bezig geweest. Maar ja, dan komt die game, dan komt Diablo, dan komt Final Fantasy 16. Ja. En dan, oh, dan ben ik het weer kwijt en, Oh nee, oh dan moet ik weer die drempel over. Ja, weet ja kijk, dat en vroeger, vroeger had ik, ik had geen flikken te doen. Vroeger. Weet je, ik woonde op het platteland. We hadden een, een Nintendo 64. Met Ocarina of Time. En die heb ik gewoon acht keer uitgespeeld in één zomer. Ja, maar bedoel, dat, dat was ook niet perfect. Weet je? Dus wat ik nu leer is: hoe kan ik een game uitspelen over een lange periode tijd mm -hmm. zonder dat ik er helemaal uit raak? En. Als ik eruit is dat ook geen probleem. Maar als ik me dan maar wel weer op een bepaald moment om oppak. Want het voelt niet goed om games te starten en niet af te sluiten. Dat voelt gewoon kut. Nee, dat... dat ja, ik ben... Dus, en ja. daar moet ik ook bij vermelden dat mijn Steam Deck echt mijn gamingleven aan het veranderen is op een hele positieve manier. Want ik ben dus net twee weken weg geweest op vakantie. En ik heb dat ding mee en mijn savegame van The Witcher 3, die saved, die via de cloud. Mm -hmm. Dus op, dan lig ik even op bed een half uurtje. Dan ga ik gewoon even een sidequestje doen. En dan blijf je toch nog een beetje in die game. Alleen dan denk ik soms ook wel eens van... vind ik dit nu leuk of doe ik dit omdat ik van mezelf die game moet uitspelen? Ja. Ik denk dat ik het leuk vind, maar... ja, het is af en toe gewoon zoveel werk. En... Nee, nou ja, goed. Wat ik lastig vind van... aan de ene kant hou ik zeker van uitdagende games. Dus een Remnant of, of een Elder Ring, dat vind ik heel erg tof. Maar ik weet ook... ik ga er heel lang over doen, omdat ik... ik heb er moeite mee. Dus, dus waar ik een Resident Evil, wat wat, wat mij wat makkelijker ligt... in... 12, 13 uur kunnen uitspelen. Ben ik met een Elder Ring. Ben ik rustig. een paar maanden bezig. Weet mm. je wel. En. Um, zeker in mijn vrije tijd. Vind ik het. Vind ik het ook wel lekker om te relaxen. Dus dat ik gewoon een game. een beetje chill kan spelen. zonder dat ik nou. op mijn toppen van mijn kunnen. zo moet zitten. maar gewoon. lekker spelen. Mijn, en mijn vriendin zit er gewoon gezellig bij. en een beetje te kwebbelen over. Oh, dat en dat. Weet je. Dat soort games. Um, of kies ik dan. bewijs van spreken voor. Oké, okay, sorry Ubisoft, maar de Assassin's Creed van deze wereld... Uh, die ik in principe redelijk makkelijk kan uitspelen. Die kan ik ook samen met mijn vriendin spelen. Kan ik wel met haar lullen en dan nog versla ik iedereen. Uh, en dan weet ik ook gewoon dat ik tempo kan maken. En dat ik dus inderdaad uh, na een week, anderhalve week het einde heb gehaald... zodat ik de volgende game kan starten. Dat is een beetje de hele tijd het dilemma. Ga ik dan die hele moeilijke game waar ik... wat soms een beetje aanvoelt als een soort van frustratie en, en huiswerk... of ga ik voor de iets makkelijker game weten dat ik daar gewoon... Ook gewoon mijn rust bij kan pakken en een beetje kan relaxen. Ja, voor mij voelt het niemand nooit als huiswerk om die uitdagende games te spelen. Ik had het er... Nou, maar je hebt het in je vingers. Nou ja, het, voor mij is een struggle even goed. Een real weet ja, wel. maar je vindt die, ja. die, die maar ja. ik, 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 ik thrive daarop zeg maar. ja. Ik heb het nodig. Het ja, is, als je je het aanpast, is mijn dopamine ja. uh, shot zeg. Ik maar. snap dat die games vragen heel erg om aan te passen op wat er gebeurt in de game. Wat zeg maar, je past je aan op een situatie die echt specifiek jou overkomt en daar moet je je op aanpassen. Dan nee, goede... maar als ik dood ga, ik word gek. Doe ik, ik wil alles kapot gooien, elke <laughs> keer weer. Maar dat is het gewoon. Er zit zoveel, ik kan zo slecht tegen mijn verlies. En als ja, ik jou stream zit te kijken, Um, nah, fuck. Okay. En je gaat gewoon nog een keer. Oh, fuck. Doodgaan me. is niet verliezen bij een Souls Game. Dat is leren. Turn your, turn your losses into lessons. Dat ja. is wat het is, weet je. En Lekker doodgaan. Makkelijk. Doodgaan is bij <laughs> sommige games is doodgaan heel kut. Ik snap die Japanners niet, maar. Kijk, bij sommige games, zo so, een game Red Red is niet Street, van Japanners, maar die kunnen nee, die dat is wel, kunnen er ook wat van. Ja. Ja. Maar bij sommige games voelt doodgaan gewoon een beetje als, oh ja, dat moet er ook nog in. Maar dat maakt ja. eigenlijk helemaal niet uit. En als de dood niks betekent, bedoel, als het in het leven de dood niks uitmaakte, dan deed ik nu even een ratslag op het treinspoor en dan maakt het allemaal geen donder uit. Dan respawn ik weer bij de jumbo in diemen. Ja. Ja, weet je, doodgaan in games zorgt er wel voor dat je een bepaalde binding krijgt met het feit dat je in die wereld bent en dat je op moet passen voor ja, die enemies. En... Maar dat moet je voelen natuurlijk. Maar goed, het is voor mij een dilemma van in die twee, drie uur in een dag die ik naast mijn werk, naast het testen van games, kan gebruiken voor lol games. Wat ga ik daar dan in doen? En, en... Je moet in ieder geval niet uh, de switch maken van iemand in mijn, uh, in mijn chat zei het van gisteren: van ja, ik heb uh, net Nio 2 uitgespeeld. En ik ben net begonnen aan Assassin's Creed. Dat is me een partijtje kut. Die, nee. die, die, ja. die overgang, weet je wel, van, van ja. uitdagende, snelle, moeilijke gameplay naar casual aanvoelende uh, game mechanics. Weet je ja. Wel. En, ja. En, en dan gaat het heel erg om het verhaal. Want ik bedoel, bijvoorbeeld uh, Metro, Metro Exodus. Ik vind de Metro-serie vind ik echt heel erg tof. Mm -hmm. Vind ik niet heel erg moeilijk. Maar uh, dat zijn voor mij wel bijna bijna perfecte games. Het had voor mij iets uitdagender kunnen zijn, maar dat verhaal, de scenery, de uh, level design van elke keer iets anders. Uh, God of War heeft dat heel erg. Weet je, die mix van, ja, misschien doet Sony dat misschien wel het best. Gewoon een soort van film die je gaat spelen ja, ja, ja. die zo fucking mooi is. The Last twee, of Us. Ja. Een hey, vraag dan J -J, speel jij games op easy, normal of hard? Uh, Meestal normal. Oké. Okay. Ja, ik dus als ik hard. test. Ik speel het altijd op hard. Ja. Als, als het, ja, als het als het, het cheap is en ja, je hebt ook games die hebben een extreme en dat soort shit. Dat doe ik niet, maar hard. Ik heb altijd wel het idee van dan komt er een soort magie omhoog. Dat had ik bijvoorbeeld laatst bij Resident Evil 4 uh, remake. De voldoening en, van dat je het verder komt. Nou, er zat een scène op de duur, die ken je. Ik weet niet of jullie de game gespeeld hebben. Maar op mm -hmm. de duur, dan moet je zo'n huis barricaderen met die ramen en zo. Dan zit je mm -hmm. met die Louis Sera in zo'n huis en dan komen Bedenken al die zombies bogen, naar binnen. Ja. Ik speelde dat op, ja, weet ik veel, Nightmare Hardcore, hoe het ook heet. En het ging vijf keer mis. En ik merkte gewoon dat ik, ik begon een beetje die soort van milde rage te voelen. Het soort van, ik kan nu slaan op mijn bank, maar ik denk, ik doe het niet. En uiteindelijk heb ik echt maximaal die game moeten spelen. Ik heb alles moeten combinen. Elke resource voelde als een soort van laatste stroham. En toen haalde ja. ik dat en toen zat ik daar. En toen had ik, zei ik gewoon echt hard of zo, wauw. Dit was fucking vet. Ja, yeah. ik doe dat niet meer. Maar dat heeft ook te maken met het soort games wat ik veel speel. Die hebben al die uitdaging van zichzelf. Mm -hmm. uh, ze hebben vaak één moeilijkheidsgraad. Dan moet je maar mee doen. Uh, het recente voorbeeld Remnant. Normal, Veteran, uh, Nightmare. Weet je wel. Nou, Aan Nightmare begin ik niet, sorry. Want dan, dan ga ik gewoon twee keer zoveel tijd kwijt zijn. Ja. Dat is echt gewoon ook tijdgebonden. Plus Veteran is al uh, meer dan uitdagend het, genoeg. Het, het haalt mij ook... Uit het verhaal, bijvoorbeeld The Last of Us... vind ik dat verhaal zo mooi... dat ik, ik wilde er doorheen vloeien, weet je? Ik wil ja. blijven gaan. Mm -hmm. En natuurlijk, easy is dan heb ik zoiets van, oké, okay, het maakt geen reet uit wat ik doe, want ze gaan toch niet dood. Ik moet wel tegenstand hebben, Precies. maar bij Hard heb ik het idee, oké, okay, dan af en toe kom ik een obstakel tegen, dan ben ik dan twee uur mee bezig, maar dan ben ik opeens het verhaal kwijt en dan, ik, dan komt bij mij het mechanisme van dan klik ik al het dialoog weg. Wat, wat noemen ze, Easy noemen ze tegenwoordig dan story mode, toch? Ja. Die, die, die ja, laat je gewoon je focus op het verloop van het verhaal. Exact, is. het is nu inderdaad echt nog meer mainstream geworden van feitelijk van, uh, het is gewoon een, een interactieve film en af en toe moet je op een knopje drukken. Um, ik vind de normal mode daar in Feitelijk perfect, uh, zeker, zeker als ik test, maar voor mezelf bij verhalende games vind ik dat prima te doen. Ik voor mij gaat het dan wat meer om het verhaal beleven en wat, wat, wat de maker voor mij heeft gemaakt, dan voor jou de, de, de voldoening die je haalt om een scène echt. Maximaal uit te buiten. Maar het ja, is wel, of... wel mooi dat dat soort games dat kunnen natuurlijk. Ja, Tuurlijk, kijk, maar. uiteindelijk gaat het mij ook heel erg om immersie, weet je wel. En of je echt helemaal uh, in zo'n wereld, of je daar echt maximaal die gereedschappen moet gebruiken om te overleven. Kijk, als ik te veel ja. kogels heb en ik kan constant mijn sterkste gun gebruiken. Ik bedoel, ander voorbeeld maar ook van een game waar ik heel hard op ben gegaan is met ook je Solid 5 Phantom Pain. Mm -hmm. Die heeft ook een bepaalde soort van... Daar kan van alles gebeuren, maar dat is niet echt scripted, zeg maar. Ja. Je kan een soort een hele serie ontketenen van allemaal chaos. En daar moet je dan op handelen. En dat zijn de games waar ik goed op ga. Waar ik mijn creativiteit moet gebruiken om een oplossing te vinden. En dat kan bij een Souls game betekenen dat ik ga cheesen. Dat ik gewoon onder een bruggetje met een pijl en boog een, een draak in zijn staart schiet met 400 pijlen totdat ze op zijn. Ja, we've all been there. Hey, 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 confessions. Hm. Ik bedoel, ik, ja, als het kan, dan cheese ik hem. Maar... Ja. Ja, ik weet niet. Dat zijn gewoon dingen in games. Dan voel ik echt waarom ik zo van gamen nee, hou. Een goede game uh, laat je ook optimaal gebruik maken van de mogelijkheden van de game. En ik denk inderdaad dat, dat, dat de Assassin's Creed en de Far Cry's daar zit vooral het probleem dat je na... Bij mij zijn altijd de eerste tien uur denk ik van, ik vind dit echt zo vet, weet je wel, deze game. De, de, de scenery is mooi van Assassin's Creed of Far Cry. De characters vind ik tof. Het ziet er mooi uit. En op een gegeven moment denk ik... Ik zit de hele tijd hetzelfde te doen. Ja, ja, ja. Ik weet exact hoe ik, hoe ik dit moet gaan oplossen. Weet je? Oh, ja. we kunnen nu. Oh, je kan, je kan jezelf upgraden. Heb ik helemaal niet nodig. Want. Nee. Ik, 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 ik moet eerst. eerst altijd die ja, gasten vijanden worden wel sterker, natuurlijk. Ja, maar okay. ja, je ja weet maar je weet Ik moet eerst ja. die, die, die twee gasten met die bezoekers uitschakelen en ja. dan doe ik de rest. Ik al. weet nog wel dat ik uh, Assassin's Creed Brotherhood speelde en op het duur na een paar uur. Ik vond dat best een leuke game. Want de hele tijd hoorde ik zo'n NPC zeggen: I cut off your hand for that you feel zei en <laughs> Ik hoorde dat op het duur in elke straathoek. En als je dat één keer hebt gehoord, ja. dan denk je: Motherfuckers, hebben jullie gewoon een halve dag voice actors ingehuurd? Je kan toch gewoon een week lang. NPC's opnemen, en dan denk ik, ja, ga dan gewoon vier keer zo lang aan die game werken, maar, maar ja, geld verdienen. En ja, daarom, nee, toevallig, de... als je het had over welke game ga je sowieso kopen, nou ja, ik was natuurlijk op vakantie met een groep gaming vrienden, ja, en dan komt het gesprek vanzelf een keer op Rockstar Games GTA 6, en dat wij allemaal zo graag, zeg maar, wij zouden gewoon soort van met ja naar binnen willen en kijken wat die gasten daar doen, ja, en dat is een game, een GTA game. Als ik hem nu al zou kunnen pre-orderen en hij kostte 300 euro, had ik het nu al gedaan. Ik ben, ik ben blind. Blind geef ik maar op het ja. bedrijf. Ik neem steeds meer afstand van dat voor. Ja, ik, ik, games. ik heb ze wel allemaal gespeeld, maar het staat ja, bij ook. mij ook niet. Bij mij is het dan meer van een, een nieuwe fallout. Als en dat, als is dat, dat zou komen, hoor. Maar... Nou, ja. GTA moet echt weer met iets fris komen, iets ja. nieuws. En dan ben ik zeker wel bereid om daar weer mijn tijd in te steken en mijn aandacht aan te geven. Maar ja, als het weer meer van hetzelfde wordt, als wat we. Het is altijd al goed. kwalitatief exact. En Bijzonder, en yes. met een goede dosis humor. En ja, en, de, en vooral de, de, de immersion. En dat is wat ik wat ik zo mooi vindt. Kijk, sommige games die, die gooien eerst allemaal strooien ze allemaal vonkels ja. in je ogen en dan is alles dus mooi en wauw, weet je wel. Uh, flitsen en mooie palmboompjes en een hele volle wereld. En op het duur kom je erachter dat er eigenlijk geen fuck gebeurt. Mm -hmm. En ik weet nog wel dat ik GTA 4 speelde en dat ik zelfs na drie, vier maanden nog wel eens dan dacht ik, oh wow. Als je, weet ik veel, als je tegen een vuilnisbak aanrijdt, dan valt die om en dan rolt er een blikje uit en die rolt dan van de weg. De, hey, dat soort dingen. Van die, kijk, die kwaliteit van Rockstar die buiten kijf, weet je. Het is meer van dat dat hele gangster- gebeuren dat he, de, oh, oh, Vice City is echt wel wat anders dan San Andreas en GTA 4 is weer net iets anders, maar het is wel een beetje hetzelfde soort vibe en wereld. En mm -hmm. dat misschien is het ook een beetje verpest door GTA Online, waarvan ik het op een gegeven moment een beetje een kleutergame begon te, te begon te vinden, weet je, oh spektakel, paarse auto's die uit elkaar ja. knallen en dat soort dingen. Um, dus, ja, die is wat minder. Maar, maar bijvoorbeeld, um, Naughty Dog staat voor mij heel hoog. Weet je wel? Ik bedoel, een Last of Us 3. Ik bedoel, ja, ik vond de Last of Us 2 en de Last of Us 1 waanzinnige games. Ik denk wel ja. het beste wat ik ooit gespeeld heb. Ik bedoel, daar zou ik, daar zou ik blind voor pre-orderen. Um, als Bethesda weer zijn magie terug weet te krijgen. Uh, een nieuwe uh, Fallout. Dat is de big if. Dat is de big uh, if, ja. ja nee. Fallout 76 was nou niet bepaald nee. onverdeeld succes vanaf day one. 100%. Wordt nog steeds ondersteund ondersteund. Ja. ja, maar toch. En Fallout 4 had niet helemaal die magic van een Fallout 3. Nee. Uh, nieuwe Elder Scroll. Ja, we zullen het zien. Ja, nou, de, ook, uh, maar ze weten wat er op het spel staat. Weet je wel? Dat zijn nee, ja, nou, goedwachten die gaan... ze wel uh, hoog in het falen moeten, moeten hebben. Ja, zeg maar. we, we gaan het zien natuurlijk. Uh, uh, of, of Starfield, uh, die goed zijn. Maar blind iets kopen, de laatste. De, 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 er zijn toch wel helaas veel, veel partijen zijn een beetje beschadigd. Ik bedoel, Front Software is denk ik een van de weinige partijen die eigenlijk. Ik moet heel goed nadenken hoor, of het uh, keer... nee, die uh, VR-game, dat is ja, uh, niet zo. Uh, nee, maar was. de rest van de games, en ze poepen het er ook allemaal binnen anderhalf jaar uit, ongeveer. Nou, een tot twee jaar, weet het, je, dat, het, dat maar is. Ja, maar Armored Core 6 heb ik gewoon nog een beetje ja. van terughoudendheid. Maar de previews wel. zijn, maar goed, dat, dat zou kunnen. Dat kan dan wel een smaakding zijn. Maar ja, weet je wat jij zei van uh, waar bepaal je dan op of je een game koopt? En ik denk, wij hebben allemaal superveel games gespeeld. Dat, uh, dat ja. durf ik met veiligheid te zeggen. Op de duur, je loopt toch een beetje tegen dat je, dat je bereikt een soort van verzadiging in wat ja. games doen. En Dus ik zoek ook naar de ervaringen die Pjoch anders laken, zijn. En ik ja. zag toevallig laatst die video van die AI-game uh, in die Unreal Engine. Ja. Met die hele gekke New York accents. Ja. I don't know what you ask me that question. <laughs> Super vet. Maar toen dacht ik wel van kijk, dat kan voor mij weer een nieuwe impuls gaan opleveren. Een game die zo'n soort van... Rabbit uit de head, rabbit hole kan openen van interacties. Ja. Daar ben ik al blind ben ik in geïnteresseerd. Want ik hou gewoon heel erg van games die iets, iets roeren in me, zeg maar. Een soort van ja. nieuwsgierigheid. Want nieuwsgierigheid is altijd mijn soort van grootste eigenschap waar ik in games goed op ga. Ik wil altijd ja. op, die, op die cave uh, achterin of op dat dingetje klimmen. In die boom, achter dat kasteel checken. Dat was vroeger al zo. Weet je, shortcuts in Mario Kart. ik las in de PU dan wel eens die cheatcodes. En stond dan: Ja, er zit een shortcut achter de waterval. Dan werd ik helemaal gek. Dan zie moet je alle zo, waterval okay. in de game checken. Ben ik wat minder van dat. Ja, voor. dat heb ik ook niet. Ik wil gewoon de game spelen zoals hij bedoeld is. En uh, dat, dat, dat is voor mij al boeiend genoeg. Maar ik ben het wel met Jasper. eens. er zijn wel dingen die me kunnen triggeren. Uh, bij mij is dan bijvoorbeeld uh, toch ook de Unreal Engine 5. Als ik zie wat sommige mensen daarmee maken. Uh, hoe heet het nou? Wat was het laatste? Metrostation, wat we konden bekijken. Of uh, die ene, weet je wel, die, die bodycam-footage. Dat ik vaak, ja. weet je wel, dat, dat bijna realistische... Oké, okay, dat vind ik wel fucking interessant. Uh, um, dat gevoel heb ik wat minder bij games. En dat wil niet zeggen dat ik dan de hedendaagse games slecht vind... of niet inspirerend meer. Maar het is wel... Het is meer van hetzelfde, alleen dan van hoge kwaliteit. En daar kan ik nog steeds heel goed op gaan. Maar een, een nieuw wereldwonder, echt iets ja. wat totaal opeens een heel nieuw soort gameplay. Wat we misschien hebben gehad met de eerste Battle Royale of de eerste MMO. Of... Ja, misschien weet je, ik had het wel een klein beetje, maar helaas net niet helemaal met VR. Ik heb die Oculus Quest nee. 2, die, die uh, VR-versie van Resident Evil 4. Die was echt wel heel bruut gewoon de manier waarop je zeg maar objecten kon ontwijken. Toen had ik wel even zoiets van fuck, hier gebeurt iets. Dit. Ik was toen echt helemaal helemaal mindblown. Ik ja. ook echt tegen mijn vrienden zei van dit dit is denk ik sinds de Nintendo 64 wat voor mij ja. destijds ook helemaal 3D, weet je, dat ik had daarvoor een Super NES. Was echt het gevoel dat ik dacht van nu gaan we de volgende stage in. Maar als je dan kijkt hoe VR nu wordt gedaan, dan denk je ja, ik heb de PSVR 2 alweer verkocht. Het is ja, het is een ja, beetje een ja. beetje vicieuze cirkel natuurlijk. Als niet veel mensen het kopen, gaan er ook niet hele grote budgetten in. En, um, ja, er zijn nog weinig games dat, dat ik overal lees van dat moet ik hebben. Dat had half Alex een beetje. Dat had iedereen, ja. heeft, dat moet ik spelen. En daarna is het ook een beetje Gran Turismo. Kan het straks weer of heeft het een beetje die VR? Um, daar ben ik ook wat minder vatbaar voor. Maar ik denk uh, een beetje afsluitende dit gesprek dat ik wel voel van... Het maken van een. Laat ik het zo zeggen, ik, ik geef het de gamers en ook de kijkers. Het, het te doen om vandaag de dag een keuze te maken op basis van tijd, geld. Ten eerste er komt meer dan genoeg kwaliteit uit. Maar het is allemaal fucking. Het, het zijn zulke grote games allemaal. En, en, en dat gaat alleen nog maar erger worden. Want iedereen wil die server shit, weet je wel. En ik ben daar best wel vat voor. Als ik iets heel vet vind, dan kan ik er ook zo in duiken. En dan wil ik er elke dag in gaan spelen. Als dan steeds maar die content nieuw blijft damn, weet je wel van uh, weten dat mensen ook al 20, 30, 40 zijn, banen hebben, kinderen hebben. Van ik kan het niet meer plaatsen. En vroeger had je inderdaad dan gewoon die games 10, 12, 14 uur en dan was die uit en dan replayability vrijwel nul. Weet je, kon je hem nog een keertje spelen uh, ja, dan of leen je een, hem uit? aan zo. ja, precies. Ja. En dan ging je weer hop, up to the next. En dan was je daar weer mee bezig, en dat is wel echt. Anders. En um, vind ik... Het lijkt mij best wel problematisch. Dus vaak vind ik het ook heel moeilijk om te zeggen van... Ah, stel, als je nou moet kopen, welke games zou je dan kopen? Ik zou het niet weten. Zou ik voor één service game gaan of toch twee, drie single player games? Hoeveel zou ik uitgeven per week? Fucking lastige vraag tegenwoordig. Heel ja. moeilijk. Ja, ik vind het ook moeilijk. Ja. ja. Goed, um er komen nog wel een paar zomerpodcasts aan. En je weet het, laat het even weten in de comments. Want ik heb het idee, het gevoel dat mensen dit soort uh, uh, items ook leuk vinden als premium. Er zit wat minder video en beeld in, maar dat ze het gewoon lekker vinden om even te luisteren naar wat we doen. Uh, laat het weten in de comments. Uh, want dan gaan we er ook gewoon lekker in september en oktober. Gaan we er wat doorplannen. Maar er komen nog wel wat leuke zomerpodcasts aan. Ja.